heb. We staan hierbij jouw favoriete items uit de collectie van het IJSG. Zou je iets kunnen vertellen over die items? Ja. Welke items zijn het? Ja. Ik heb wat dingen opgevraagd uit het Henk Sneevliet archief. Ja, Henk Sneevliet is een belangrijke Nederlandse revolutionair. Hij was in 1883 is hij geboren. Het is een man die al heel gauw, als jonge man, echt aan de linkerkant van de Nederlandse arbeidersbeweging zich bevindt. Hij was actief in de vakbeweging van spoorwegpersoneel, maar ook daar weer heel erg aan de linkerkant. En echt hij zeer actief. Hij zat in de SDAP, maar echt dan heel erg aan de linkerkant van de SDAP. En dat, op een bepaald moment gaat dat ook niet meer. Want Henk Sneevliet is echt de man van de revolutie. Door zijn linkse profiel kreeg hij het ook steeds moeilijker in Nederland. En op een bepaald moment is hij naar Nederlands-Indië gegaan. Om daar zijn carrière voor te zetten, zowel beroepsmatig, maar ook als politicus. En hij was ook de oprichter van een club die heet de Indische Sociaal-Democratische Vereniging. En dat was uiteindelijk, wordt dat de PKI, de Indonesische Communistische Partij. Wat na de Chinezen de grootste Aziatische massapartij is geworden. Het is duidelijk natuurlijk dat het Nederlandse gouvernement in Nederlands-Indië zo'n man ook niet zag zitten. Dus hij wordt op een zeker moment geëxterneerd, zoals dat heet. Dus Sneevliet werd teruggestuurd naar Europa. Het revolutionaire vuur brandde nog zo dat hij in 1920 in Moskou was om daar op een congres van de Comintern kennis te maken met alle communisten die dus net de macht hadden overgenomen in Rusland, onder andere Lenin. Sneevliet probeert daar dan met een aantal Chinezen uiteraard de communistische partij op te richten en met die partij een revolutionaire koers te varen samen met de nationalisten van de Kuomintang om te kijken hoe China, hoe daar de revolutie gemaakt kan worden. En dan blijft hij ook de rest van zijn leven blijft hij in Nederland maar actief in van allerlei clubs. Echt aan de linkerkant van het politieke spectrum. Hij is de medeoprichter van de Revolutionaire Socialistische Arbeidspartij, de RSAP. Is dat een partij die links is van de SDAP, maar ook niet met de communisten wil samenwerken, omdat ze de communisten natuurlijk uiteindelijk een dictatoriale beweging vinden. Dat zijn echt revolutionairen die blijven hameren op dat de arbeidersklasse de wereldrevolutie moet brengen. En dat is ook precies de boodschap die ze ook na mei 1940, als de Duitsers Nederland bezetten, blijven uitdragen in een klein clubje. Dat heet de Marx-Lenin-Luxemburg Front. Daar geven ze ook gewoon een illegaal krantje uit meteen tijdens de bezetting. En deze pamfletten, deze stencils zijn het natuurlijk. Hè. Er was natuurlijk geen goede drukpers beschikbaar voor zo'n kleine club die ook nog illegaal moest opereren. Ja. En dan geven ze dus dit krantje uit waar ze juist al die standpunten waar ik het net over had verder ontwikkelen. Bezetting of geen bezetting, zij proberen hun politieke lijn te volgen. Het is dan ook duidelijk natuurlijk dat ze op een bepaald moment in beeld komen bij de Duitsers. En ze worden natuurlijk vervolgd en op een bepaald moment worden ze ook opgepakt. We proberen dus de bezetting achter zich te laten. En dat lukt niet, want ze worden in Brabant gearresteerd. En van die reis, die laatste reis dus, daar is ook een document van overgebleven. Dat is dit buskaartje, waarop Sneevliet en zijn vrouw, Wilhelmina, Mien heet het hier in de wandeling, Mien Sneevliet, ja, proberen weg te komen van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom. Of omgekeerd. Het is nog afgeknipt? Het is gewoon afgeknipt, ja. Met vier gaatjes, keurig netjes geknipt, ja, zoals dat vroeger ging. En zij heeft er dan opgeschreven, onze laatste rit in vrijheid van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom, 5 maart 1942. Ze worden daar dus opgepakt en zij wordt naar Ravensbrück gestuurd en overleeft de oorlog. Henk Sneevliet met zijn medestanders uit het MNL-front, die zijn opgepakt en gefusilleerd. Ik vind het ten eerste een heel aangrijpend verhaal. En ten tweede vind ik het wel interessant dat je zo'n fotje papier, dat iets betekent. Meer dan dat het alleen maar een fotje papier is. Maar voor haar was het natuurlijk een belangrijk persoonlijk document.
Maar voor ons is het natuurlijk een belangrijk document, omdat het iets aangeeft over het leven van zo'n revisionair die precies zijn eigen koers bleef volgen.